Ladies and gentlemen, the Enfusion World Title Fight in a minus 75 kilogram division. From the Netherlands, the bad news, Andy! Oh my god, Kelly! In my ogen gaat niemand me verslaan. Representing Morocco, Aziz Kala! Ik ga winnen. Ik ga mijn wereldtitel verdedigen en die ga ik ook winnend afsluiten. De titel, 27 oktober tegen Aziz Kala. Die staat heel groot op mijn targetlijst, dus dat komt zeker goed. Iedereen wil die wereldtitel hebben, maar de wereldtitel is bij mij en hij blijft bij mij. Dus, ik vind Aziz Kala een vechter die je uit de wedstrijd kan halen. Om heel eerlijk te zijn, meer ook niet. Ik denk, is een jongen net als elke andere vechter. Iedereen heeft natuurlijk zijn sterke punten en zwakke punten. En mijn plan is natuurlijk om iemand te pakken op zijn zwakke punten en niet op zijn sterke punten. En dat ga ik die dag ook gewoon doen. Ik ga hem afstraffen op zijn zwakke punten en de wereldtitel mee terugnemen naar Amsterdam. Ze willen mij natuurlijk de afstand verkleinen. Want ik ben goed van afstand vechten. Dus ik denk dat hij traint op druk zetten en zijn sterke krachten benutten, zijn knieën. Ja, de knee hurt him. Yeah, the left knee hurt. Really did hurt. Oh. Ik ga niet echt rekening houden met zijn stijl of dat ik mijn gameplan aan hem moet aanpassen. We gaan van mijn krachten uit. Het is mijn ring, mijn wereldtitel. We gaan het op mijn manier doen en niet op Andy de manier. Ik ben daar helemaal klaar voor. Ik weet precies, ik denk dat ik precies weet wat hij gaat doen. En wij trainen onze gameplan natuurlijk. Strong kid this, you know. Look, it doesn't look anything like the technical prowess that you'd see, but he's just got something about him that's nice lethal. Zoals mijn sensei net al zei, Andy is een vreemde vogel. En wij hier in Amsterdam zijn gewend dat er heel veel vreemde vogels zijn. Dus voor ons is Andy gewoon een vreemde vogel. Iedereen krijgt toch extra motivatie om onverslaanbare Enfusion vechten te verslaan. Dus dat neem ik ook mee, daardoor train ik extra hard, want in mijn ogen gaat niemand me verslaan. Ik vind winnen in een toernooi altijd mazzel. Want zoals je Superbon in de finale hebt, zo stond hij natuurlijk niet zijn eerste partij. Dus in mijn ogen is het zeker mazzel, ja. Aziz Kala, ik ben een hele goede patatbakker, maar ik ben ook een hele goede kickbokser. En jouw gameplan, dat gaat niet lukken bij mij. Koers. Andy, ik heb iets nieuws voor jou. Ik heb een nieuw patatrecept voor jou. En dan kan je heel goed concurreren tegen Donald.